Stel je voor dat er een wereld was, die kan, hè, die is gewoon binnen handbereik, waarin er voor iedereen een huis is. Waar als je geen immigratie zou hebben of veel minder, dan heeft gewoon iedereen een woning in Nederland. Waarin energie en eten gewoon super betaalbaar is. Dus iedereen heeft genoeg te eten, iedereen kan reizen, iedereen kan met de auto pakken, het is allemaal geen probleem. En iedereen kan ook geld sparen, dus je hebt niet heel veel inflatie zoals nu. Dus als je geld in de bank hebt, wordt het steeds minder waard. Maar dat is ook gemaakt, dat is gecreëerd. Dat hoeft helemaal niet. Als je zo'n soort wereld hebt, dan heb je zelfstandige, mondige burgers. Ja, dat is moeilijker om die mensen te onderdrukken.